hafta işte Premier, yani Minister of Economic Zaken, en hafta heeft de Premier en Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Gastheer, Rin, dames, ambassadeurs, edelachtbare heer burgemeester van Den Haag, geachte kamerleden, senatoren en journalisten, media, geachte genodigden en beste ondernemers. Ik wil u allen van harte bedanken voor uw aanwezigheid. Het is voor ons een eer om u te mogen verwelkomen. Elke najaar is voor ons een moment om bij elkaar te komen en thema's rondom de ontwikkelingen aangaande de economie met elkaar te bespreken. In het licht hiervan trachten we onze positie te definiëren. De wereld is op volle toeren aan het veranderen. Het lijkt erop dat we op de vooravond staan van een grote verandering. De vraag is, hoe gaan we hiermee om? Dit is namelijk bepaald hoe sterk we uit dit proces komen. Gaan we ons maar binnen richting een afsluit van de wereld? Of zullen we met ons maximaal inspannen om de aansluiting met de buitenwereld te continueren en verstevigen? Gezien onze open economie en afhankelijkheid van de buitenwereld is het niet moeilijk te concluderen dat we onze positie in het buiten moeten verstevigen. Maar dan dienen we ook daarna te handelen. Helaas zien we enige regelmatig dat we dingen doen die onze belangen in positie in het buitenland kunnen beschadigen. Echter, we hebben alle vertrouwen in dat het nieuwe kabinet daar het juiste antwoord zal vinden. Ja, ik geloof erin. Wij als Hochjaf zullen ten alle tijde klaarstaan om onze bescheiden bijdrage te leveren. In dit kader hebben we dit jaar een onderzoek laten doen aan de Universiteit Utrecht om de bijdrage en de potentie van de Turkse Nederlandse ondernemers vast te stellen in de economische relatie met Turkije. Straks zullen de resultaten aan u worden gepresenteerd. Aan het eind van de avond zal er ook volop gelegenheid zijn om hierover van gedachten te wisselen. Maak alsjeblieft gebruik van deze gelegenheid om onderling te netwerken. Geachte gasten, we hebben een wisseling van gedachten vanwege een wisseling van wachtvaart. Ibrahim Özgür, ergens, is aangesteld als nieuwe algemene secretaris-directeur van Hochja. Na 4 jaar gaat nu Ahmet Taşkan, die zal ook ergens in de zaal zijn, het ondernemerschap in. Dus ondernemer, ondernemerschap in. Dat is alleen maar goed. Hij blijft al in het bestuur betrokken bij onze federatie. Namens het bestuur wil ik hem bedanken voor al zijn inspanning. En Ibrahim heel veel succes wensen in zijn nieuwe uitdaging. We hebben alle vertrouwen in hem. Tot slot wil ik u een hele goede en leerzame, een vruchtbare avond toewensen. Bedankt voor uw aandacht en nogmaals welkom.